بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Best brothers and sisters, stel je eens voor, je betreedt al-Jannah. En wat zie je? Je ziet alle pracht om je heen, alle mooie grote gebouwen en paleizen, al het goud en zilver om je heen. Je ziet genot en rijkdom. En je ziet heel veel rivieren. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Rivieren van water in al-Jannah, die niet van smaak of kleur is veranderd. Het blijft transparant en prachtig, dat is het water van al-Jannah. En rivieren van melk, die nooit zal verzuren. En rivieren van wijn. Ja, beste broeder en zuster, wijn. Degene die wijn drinkt in het dunya, zal het niet krijgen op de dag des oordeels. En degene die zich ervan heeft weerhouden in het dunya, mag er onbeperkt van drinken in al-akhirah. En nog rivieren van honing, zuivere honing. De dag van vandaag kopen we een klein beetje honing voor veel geld. Stel je eens voor, een hele rivier van honing voor jouzelf. Dit is wat je dus kan vinden in al-Jannah als je om je heen kijkt. Je vindt er ook bronnen. Wat voor bronnen? Allah subhanahu wa ta'ala zegt: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. And he zegt ook subhanahu wa ta'ala: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Bronnen van water, heerlijke bronnen die heerlijke geurtjes hebben, net parfum, subhanallah. Een waterbron waar kafoor en zanjabil uitkomt. Dit zijn twee stoffen die heel erg lekker ruiken in het dunya, laat staan in het jannah. Allah vertelt hoe de mensen in het jannah aan het chillen zijn. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Ze zullen op terrassen en op banken zitten en liggen. Je ziet aan hun gezicht hoe rijk ze zijn en hoe blij ze zijn. En ze zullen dranken krijgen met wijn die een topje van musk heeft. En deze musk komt uit een bron in al-Jannah dat Tasneem heet. Dit is waar de gelovigen voor moeten strijden. En je kijkt verder in al-Jannah en je ziet de paleizen. Allah zegt subhanahu wa ta'ala: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Paleizen met etages, etages van paleizen. Dit is de belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah komt zijn belofte altijd na. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschrijft deze paleizen. En hij zegt: Inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام.
Het zijn transparante paleizen, net als dat ze van glas zijn gemaakt. Ze glanzen en stralen. En misschien denk je, waar is de privacy dan? Dit zijn niet paleizen om in te wonen, beste mensen. Dit zijn paleizen voor de gasten. De paleizen waarin je woont, daar ziet niemand jou in. Maar deze paleizen, daarin ontvang je jouw vrienden en jouw gasten. En kun jij gaan genieten samen met jouw vrienden en gasten in een Jannah. En voor wie zijn deze paleizen die transparant zijn? Voor degene, let op, voor degene die in het dunya de mensen te eten gaf. En altijd de mensen uitnodigde om te eten. En voor wie zachte woorden gebruikte in zijn spraak. Met andere woorden, een heel goed gedrag had in hoe hij met mensen omging. En heel veel gevast heeft. En veel nachtgebeden heeft verricht. En je kijkt om je heen in al-Jannah. En je ziet ook tenten. Maar niet de tenten van het dunya. Die lelijk zijn en van oude stof zijn gemaakt. Nee. Luister naar wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Hoorum maqsuratun fil khiyam. Het zijn de tenten waar de partners van al-Jannah op je staan te wachten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam beschrijft deze tenten en hij zegt. Khaymatu durra mujawwafatun tooluha fis sama'i 30 milan. في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. Het zijn parels. Kennen jullie dat parels? Een grote parel, een diamant die van binnen leeg is gemaakt. Stel je eens voor, je ziet een grote parel en hij is van binnen hol gemaakt, zodat jij erin kan wonen. Dat zijn jouw tenten in al-Jannah. Het is groot. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt 30 mijl in de lucht. En in iedere hoek van deze parel van binnen zit er een partner op hem of haar te wachten. Het is zo groot dat je van de ene hoek de andere hoek niet kan zien. Dus de partners in deze parel kunnen elkaar niet eens zien, subhanallah. De gelovige wandelt van de ene naar de andere partner zonder dat ze elkaar kunnen zien. Pure genot in al-Jannah. En niemand die je aanspreekt. Dit is veel beter dan de smerige fantasie die de ongelovigen op ons willen aansmeren in het dunya. Heb geduld, beste broeder, beste zuster. In al-Jannah zul je genieten op alle manieren die je wilt. En je kijkt verder in al-Jannah en je ziet masajid. Masajid niet om te bidden. Geen masjid, moskee, maak je niet druk. Maar een masjid om ermee te pronken. Ja, in al-Jannah mag je pronken, beste broeder, beste zuster. Wie krijgt deze masajid? Degene die in het dunya voor Allah heeft geholpen aan het bouwen van een moskee. Je krijgt een moskee in al-Jannah. En er zijn nog andere manieren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Man salla fil yawmi wal layla 12 rak'atan tatawwa'a bana Allah lahu baytan fil jannah. Dus als je iedere dag 12 rak'at vrijwillig bidt naast de 5 verplichte gebeden, dan zal Allah voor jou een huis in al jannah bouwen. Dus beste mens, je maakt iedere dag kans op een huis in al jannah. Hoeveel huizen zou iemand dan bezitten als hij dit elke dag doet? Het is ongelooflijk veel. Wat is de karam van Allah subhanahu wa ta'ala groot? Alhamdulillah. Allah vertelt ons ook in de Koran dat we 2 keer per dag onze gunsten aangeboden krijgen. 1 keer in de ochtend en 1 keer in de avond. La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Dat is al-Jannah die Allah heeft beloofd aan degene die hem hebben gevreesd in het dunya. Hebben we in al-Jannah dan een ochtend en een avond? De geleerden hebben hierover gesproken en ze zeiden: er is geen dag en nacht in al-Jannah. Er is geen zon of maan. Maar de bewoners van al-Jannah kunnen de ochtend en avond onderscheiden door het licht van de noor van de troon van Allah. Die af en toe van één kant schijnt en af en toe van de andere kant schijnt. En je wandelt in al-Jannah en je ziet de paleizen en de parels. En je loopt op de safraan en musk en zilver en goud.
en je ziet de rivieren van honing en wijn. En je loopt langs de bomen, hele wonderbaarlijke bomen met fantastische vruchten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Inna lil muttaqina mafaza, hadaiq wa a'naba. Tuinen en bossen vol met druiven. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, فيهما فاكهة ونخل ورمان. Ze krijgen veel vruchten en allerlei soorten palmbomen. Palmbomen, het symbool van tropisch genot. Niet waar, beste mensen? Dat heb je in al-Jannah. En granaatappels die klaar zijn om te eten. Je hoeft ze niet te schillen en open te maken. Nee, het staat klaar. En Allah zegt ook, وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ بُصْن zonder stekels en bomen vol met vruchten en hele grote schaduw en geschonken water en veel fruit. Niks is verboden. Alles is toegestaan. Van alle soorten fruit heb je twee versies waar je uit kunt kiezen. Alles wat je wenst en naar verlangt, zul je krijgen, beste broeder, beste zuster. De vorm en namen van deze vruchten en fruit lijkt op wat we in het dunya kennen. Wij herkennen die vruchten daar. Allah zegt, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Dus appels en sinaasappels en peren en bananen, die zien er hetzelfde uit in al-Jannah. En ze hebben dezelfde namen. Maar de smaak is heel wat anders. De smaak is hemels. De smaak bestaat niet op het dunya. En je wandelt in al-Jannah. En je wenst iets te eten. En je verlangt ernaar in je hoofd. En plots zie je een tak van een boom helemaal dalen. Tot het bij je hand komt. En je pakt het en je eet het. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Rahman, وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ. De tuinen komen dicht bij hun. En in Surat al-Insan zegt Allah, وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. De takken worden heel dichtbij gebracht. Subhanallah, de bomen en takken en de vruchten komen naar ons toe. Wij hoeven niet te klimmen om al die vruchten en eten eruit te plukken. Nee, het komt naar ons toe. Je hoeft niks te doen. En als jij, o broeder, o zuster, rondloopt in al-Jannah, je zult je verbazen en je zult versteld staan van de pracht van al-Jannah. Je zult bomen zien waarvan je niet zou denken dat ze bestonden. In het dunya kom je soms hele grote bomen tegen, maar die zijn niks vergeleken met de bomen van al-Jannah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Inna fil jannati la shajara, yasiru al-raakibu fi dhilliha mi'ata sana, waqra'u in shi'tum, wa dhillim mamdood. Allah maakt in al-Jannah bomen die zo groot zijn dat de schaduw van die boom zo lang is dat iemand op zijn paard 100 jaar blijft rijden totdat hij die schaduw van die boom heeft afgemaakt. Subhanallah. En dan zegt de profeet tegen de moslims, lees maar als jullie willen de ayah in de Koran waarin Allah zegt, wa dhillin mamdood. Een heel erg uitgebreide schaduw. 100 jaar voor een haastige rijder op een paard om uit de schaduw van die boom te komen. Hoe groot is deze boom? Subhanallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei over de bomen in al-Jannah, Ma fil jannati shajara illa saquha min dhahab. Subhanallah. De stam van iedere boom in al-Jannah is van goud. Hoe kan een moslim zijn bomen in al-Jannah vermeerderen? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ik ontmoette Ibrahim alayhi salam in de nacht van al-Isra wal-Mi'raj. En hij zei tegen mij, groet jouw ummah voor mij. Akhbirhum anna al-jannata tayyibatu al-turbah, azbatu al-ma' wa annaha qi'an, wa anna ghirasaha
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Wat zei Ibrahim alayhi salam dus tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zei: vertel jouw ummah dat al Jannah een heerlijke plek is met helder water en dat er bomen in geplant worden als men zegt subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. En in een andere hadith: la hawla wa la quwwata illa billah is een van de schatten van al Jannah. Dus beste broeders en zusters, benut je tijd. Plant jouw bos, en niet alleen jouw boom, maar jouw bos en jouw tuin en jouw schatten in al-Jannah. Tasbih is jouw oplossing. Al-Jannah bevat ook dieren, zoals vogels. Je hoeft maar te wensen en te verlangen naar heerlijk gebraden of gegrild vlees. En het komt naar je toe. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: wa lahmi tayrin mimma yashtahoon. Vlees van vogels, wat zij wensen. Er zijn ook andere soorten dieren, zoals vee en kamelen en meer. Ooit kwam er een man naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam met een kameel met een melkkorf. En hij zei: dit is fi sabilillah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: laka biha yawm al-qiyamah sab'u mi'ati naqa kulluha makhtumah. Hij zei: deze kameel die je geeft fi sabilillah, je krijgt yawm al-qiyamah 700 maal in al-jannah. Het is dus erg makkelijk om je rijkdom in al-jannah te verveelvoudigen, beste mensen. Dus doe het. En hoe zie jij er eigenlijk uit in al-jannah? Misschien denk je dat je er hetzelfde uitziet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in Sahih Muslim: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. Dus of je nou kort of lang bent in het dunya, yawm al-qiyamah zijn we allemaal 30 meter groot. Allahu Akbar. Omdat Allah Adam heeft geschapen, de eerste schepping van de mens, Adam alayhi salam, was heel groot. Hij was 30 meter. Dus iedereen komt in al-jannah net als Adam, 30 meter groot. En iedereen zal geen gezichtshaar hebben. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in Sunan at-Tirmidhi: yadkhulu ahlu al-jannati al-jannah jurdan murdan mukahhalin abna'a 33 sana. Iedereen heeft ook één leeftijd. Iedereen is even oud. Ook al ben je jonger of ouder gestorven, er is geen bejaarde in al-jannah. Iedereen zit in zijn sterkste en fitste periode. En in al-jannah is er ook geen vermoeidheid en slaap. Allahumma ya rabbi adkhilna al-jannah. O Allah, help ons om al-jannah te bereiken. Help ons om goede moslims te zijn en om de beloning van al-jannah te verdienen. Allahumma ameen.